gebeurde er nou? Ja, ik weet niet. Ik wilde eerst de lucht in gooien. Toen bedacht ik me al. Toen viel die controle op pad. En toen, ging het licht uit. En wat heb je nou van geleerd voor de kijkers? Ja, voortaan je controle vastbinden. Oi, mensen, wat een intro. Ja, een tv kapot maken op een FIFA-toernooi is natuurlijk niet hetgene wat je moet doen. Doe dat ook zeker nooit, hoe gefrustreerd je ook bent. Maar ik zal straks even allemaal uitleggen hoe dat is gegaan. Dit is alweer Zo werd ik prof, deel 3, mensen. Doe even een duimpje omhoog als je de vorige delen ook leuk vond. En doe sowieso even een duimpje omhoog voor deze deel 3. Want dit is eigenlijk 2015 tot en met heden, waar ik vandaag de dag zit, dus bij Vitesse. Ik vertel vandaag in de video wat er nog is gebeurd mijn laatste FIFA jaar, toen ik even een jaartje ben gestopt en hoe ik dus uiteindelijk bij Vitesse terecht ben gekomen. Dat gaan jullie allemaal vandaag zien in Zo werd ik prof deel 3. Oké, we beginnen nog net niet aan 2015. We zijn nog in 2014, FIFA 2014. Koen en ik gingen samen naar de iSeries toernooi in Engeland. Dat was mijn tweede internationale toernooi in het buitenland. Ja, oké, buitenland. Ik ben een keer naar Duitsland geweest voor een Audi Cup. Kon je een Audi A3 winnen. Ik ben nog een keer naar België geweest natuurlijk. Ik ben wel vaker in omringende land geweest. Maar dit keer gingen we echt met het vliegtuig weer naar het buitenland. En dat was wel heel vet in die tijd. Koen en ik speelden een prima toernooi. Allebei werden we eerste in de poolfase. En daar zaten echt wel grote namen in. Ik weet nog heel goed dat ik toen 4-0 won van Sean Allen. Beter bekend als Dragon in de FIFA-wereld. Hij is tweede geworden op het wereldkampioenschap FIFA. Terwijl hij 3-1 voor stond in de 89e minuut. 2 jaar geleden, volgens mij 2016. Daarna won ik wel mijn eerste wedstrijd in de knockout fase. Won ik van Dave, by the way. Die ook tweede is geworden op het wereldkampioenschap FIFA. Dus dat is wel grappig dat je gewoon tegen gasten speelt die gewoon een jaar en 2 jaar later allebei tweede worden op het wereldkampioenschap FIFA. Dat je ze dan in Engeland daar op hun thuisgrond verslaat. Ja, dat is gewoon een lekker gevoel. Maar goed, ik verloor dus daarna helaas. Koen deed wel goed. Won echt van hele zieke gasten. Is uiteindelijk nog derde geworden. En nam volgens mij een paar honderd pond mee uit mijn hoofd. Weet nog wel, omdat we het toen zo goed ook hadden gedaan, dat we vaker werden uitgenodigd voor andere grote toernooien, online toernooien. Dus dat was zeker goed om even meegedaan te hebben. We sluiten 2014 af. Genoeg leuke dingen nog meegemaakt. Vette toernooien. Maar helemaal vergeten natuurlijk. Ik werd gewoon tweede op het Nederlands kampioenschap FIFA 14 op de PlayStation 3. Dat was mijn eerste keer dat ik daar aan meedeed. Hiervoor deed ik altijd mee op de Xbox kant. Dus het NK Gaming 2012, eerste plek. 2013, tweede plek. Zoals jullie zagen in de beelden met Koen in de vorige aflevering. Dit jaar 2014 denk ik hier mee op de PlayStation kant. Werd ik dus tweede. Verloor ik in de finale van Tony Kok in een best of 3. En dat was mijn eerste keer dat ik meedeed aan het Nederlands kampioenschap op de PlayStation 3. Was ook de laatste keer. Ook op de laatste keer gelijk op de Xbox. Dat was 2013. Daarna waren helaas geen Nederlands kampioenschappen meer. En werd het een beetje rustiger in de FIFA scene. Maar goed, dat was wel iets vets om nog even te vertellen. Mooie resultaten gehaald. 2 keer tweede, 1 keer eerste Nederlands kampioenschap. Dus op de grote toernooien. We gaan nu over naar een nieuw jaar. En dat is het jaar 2015. 2015, mensen. Wat een jaar. Het jaar waarin Koen en ik ons eigen YouTube kanaal starten. Genaamd FIFA Legends. Tweede aflevering van FIFA Legends. Vorige keer hebben jullie kunnen zien hoe de voetrol in FIFA tot uitvoering moet worden gebracht. Ja, heel jammer als ik het zo terugzie dat Koen en ik dus niet met het YouTube kanaal verder zijn gegaan. Helaas begon Koen toen later aan zijn eigen YouTube kanaal. Gelukkig doen we nu natuurlijk packs met Paski samen en andere dingen samen. Dus genoeg dingen die we samen doen. Alleen het was wel goed denk ik dat we apart een YouTube kanaal toen de tijd begonnen. Maar leuk om die beelden wel te zien. Het jaar waarin ik eerste werd op het grootste Nederlandse FIFA toernooi van dat jaar. Het Nederlands kampioenschap van Mediamarkt in combinatie met EA Sports. En het mooie is aan deze beelden, moet je even heel goed opletten op het einde. Nu 3 jaar later kom ik er dus achter dat ik die dag samen met Lisa, met wie ik dus de draft heb gedaan, uit Temptation, die dag al stond. En dan hebben we toch echt een winnaar. Het is gelukt, hij staat hier. Je hebt toch echt gewonnen? Ja. Hoe de fuck de hel heb je dat gedaan? Ja, lekker gespeeld zoals net al zei. Dat
Je hebt het wel waargemaakt. Ja, ik heb het verdiend gewonnen, toch? Ik vind dat je het verdient. Ja hoor, Ed, we hebben je zien spelen. Het was wel echt even spannend. Want waar liet je hem nou liggen? Dat hij op een gegeven moment weer terug kon komen. Want voor de mensen, Ed, op een gegeven moment stond hij met 2-0 voor. En toen wist dus de ander, wist hij met 2-2 eigenlijk gelijk te komen. Hoe kon dat? Ik moet echt, zeg maar, die druk hebben of zo. Dat ik moet gaan scoren. Als ik niet moet scoren, dan loop ik alleen maar te kutten achterin. Ik heb gewonnen, hè. Dat gaat... Wauw, en je gaat nu dus op reis en je krijgt een PlayStation 4 en ook nog FIFA 15. Waar ben je nou het meest blij mee? Waar ik het meest blij ben is eigenlijk voor de eer. Ik vind de eer echt super dat ik gewoon van zo'n heel groot toernooi de eerste ben geworden. Echt super goede tegenstanders verslagen. En die reis, PlayStation 4, noem het maar op, is echt is heel lekker. Kan ik goed gebruiken. Ja, het is echt heel absurd. Het is heel bizar. Iemand van Vitesse zei tegen mij, hey Paski, ik heb die oude beelden van jou gezien bij dat Mediamarkt toernooi. Dat meisje links naast jou, is dat niet gewoon die Lisa uit Temptation? Ik zei, Lisa uit Temptation, ik kende haar niet. Dus toevallig heb ik dat toen opgezocht voordat ik die draftdate had. Koen had mij toevallig dus ook aan Lisa gelinkt tijdens die draftdate. Ja, echt fucking toevallig allemaal. Maar zoals je ziet op het einde van deze beelden, sta ik dus gewoon naast Lisa, met wie ik dus de draftdate heb gedaan. Heel leuk. En gewoon heel toevallig. Zij werkte toevallig in die clubcel in Almere, achter de bar. En ze deed ook die dag de prijsuitreiking. Ik heb het ook nog met Lisa over gehad. Ik heb haar toen die foto gestuurd. En ja, we gingen gewoon allebei stuk. Dat je gewoon iemand toen hebt gesproken, heel vaak die dag. En daarna elkaar nooit meer gezien. En toevallig bij een draftdate, nadat je allebei, ja, bekend bent geworden. Zij door Temptation, ik door FIFA. En dat je dan elkaar weer ziet, ja, fucking toevallig. En het jaar waarin ik eigenlijk helemaal klaar was daarna met FIFA. En dat liep slecht af in het laatste toernooi wat ik toen speelde. Waardoor ik dus een controle door de tv gooide. Of in ieder geval probeerde. Wat gebeurde er nou? Ja, ik weet niet. Ik wilde hem eerst de lucht in gooien. Toen bedacht ik me al. Toen viel die controle op pad op de tv. En toen ging het licht uit. Wat heb je nou van geleerd voor de kijkers? Ja, voortaan je controle vastbinden. Dit was in de zomer van 2015 uit mijn hoofd, ja, 2015. En het was die dag 536 graden. Poh, wat was dat een dag zeg. Ik weet nog dat ik toen die dag echt dacht van, ik ben helemaal klaar met FIFA. Het was dat weekend 34 graden, 34, 35 graden. We speelden ergens in het stadion van Gent in België. Heel vet toernooi, hele vette prijzen ook. We konden iets van €2500 winnen, eerste plaats. Volgens mij won Ali, natuurlijk van PSV, die wonnen dat toernooi. Maar wat was het warm en oh, wat had ik er geen zin in eigenlijk om daar de hele dag te spelen. Je moest zo lang wachten. Er waren dus maar 2 of 3 schermen. Hele grote Samsung monitoren van 5.000-6.000 euro per stuk. En ik weet nog dat ik dus tegen een Roemeen speelde en het ging gewoon heel kut. Al mijn kansen gingen er niet in en hij scoorde volgens mij in de laatste minuut of zo, een voorzet of zo. Dus ik pakte mijn controller en ik wilde hem gewoon uit frustratie heel hoog zo de lucht in gooien. Gewoon wat... Ik was zo gefrustreerd, ik had mijn eigen krachten gewoon niet onder controle. Dus ik gooide dat ding echt wel 20 meter de lucht in. Zonder na te denken waar die natuurlijk zou landen. En hij landt precies op het klein mini-podiumpje dat ze hadden. Precies op de bovenkant pad zo van het scherm. Ja, zoals je zag in de beelden, zat gelijk een hele barst van boven naar beneden. Ja, dat scherm kon je gewoon weggooien. Ik kreeg toen een factuur te zien van €4500 aan schadevergoeding. Maar dus jullie en mij, ik heb dat bedrag nooit betaald. Ik heb ook gelukkig nooit meer wat van gehoord nadat ik ze negeerde. Dus ja, sorry mensen die het ook waar, ik weet het niet. Misschien dat jullie het nu weer zien, dat jullie denken, hey, ik krijg nog geld van die jongen. Maar ja, het spijt me, ik heb het nooit betaald. En volgens mij waren jullie ook gewoon goed verzekerd. Dus misschien had dat het probleem al zelf opgelost. Maar ik was dus eigenlijk ook gewoon goed klaar met FIFA eigenlijk. Het was zo'n maanden frustratie. Ik had er al weinig zin in. Er waren weinig toernooien. En als er een toernooi was, dan ging het ook niet zo goed de laatste tijd. En dat jaar 2016, eigenlijk heb ik ook bijna niks gedaan. Het was een heel saai jaar. Ik heb bijna geen FIFA gespeeld. Nederlands kampioenschappen waren er allemaal niet meer. Er was nog geen E-divisie. Helemaal niks. Virgin Gaming, de partij waar ik ben, dus naar Las Vegas toen ben gegaan, die werkte niet meer samen met EA. EA zei van, we gaan geen samenwerking doen met partijen die geld vragen voor gewonnen wedstrijden. Geld, cash games, dat doen we niet meer. We gaan ons volledig richten op FIFA Ultimate Team. Dat was eigenlijk vanaf FIFA 2016. Heb ik dus heel weinig FIFA gespeeld. Tot en met het jaar 2017.
Eigenlijk is 2017 een best saai jaar. We hebben dus 2016 overgeslagen. Ja, ik heb even een nieuw shirt aangetrokken. Maar 2017 eigenlijk het hele jaar ook niks gedaan. Ik was dus eigenlijk al een jaar, anderhalf jaar redelijk klaar met FIFA. Ik speelde bijna geen toernooien meer. Af en toe deed ik nog eens wat. Maar ja, dat was ook niet echt een trigger meer. FUT was niet zo leuk. Tot FIFA 2017 kwam. En dat was eigenlijk weer een nieuw jaar. Je kon toen met Ultimate Team FUT Champions spelen. Dus eigenlijk een goede manier om online Ultimate Team te spelen. En lekker met je team bezig te zijn. Heb je tenminste ook wat te doen in plaats van alleen seasons. En je kan natuurlijk kwalificeren voor hele vette toernooien. Plus dat natuurlijk toen op een gegeven moment kwam dat e-sporters bij voetbalclubs kwamen. Ik denk dat ik de derde of vierde e-sporter was die ooit bij een club kwam. Koen natuurlijk de eerste ooit bij Ajax. Maar niet veel langer volgde het dus dat ik ook bij Vitesse kwam. Vitesse hield namelijk een soort e-sports toernooi. En daar werd de top 4 uitgenodigd op een gesprek. En ze gaven 2 wildcards weg. Dat toernooi, helaas, deed ik het zelf niet zo goed. Volgens mij ging ik in de knockout fase gelijk naar de poolfase gelijk uit. Maar mijn management die ik toen had, had al contact gelegd met Vitesse. Al een maand voordat ze dat toernooi hielden. Dus eigenlijk had ik mezelf al in de kaart gespeeld. Omdat ik natuurlijk een hele mooie cv had. 2 keer Nederlands kampioen, 2 keer tweede van Nederland. Heel veel internationale toernooien, noem het maar op. Dus dat sprak Vitesse natuurlijk aan. En het allerbelangrijkste, ik heb natuurlijk een echt Vitesse-hart. En dat vonden ze heel erg belangrijk. Dat het ook iemand is uit de regio. Die de club kent, die de mensen kent. Ik kende heel veel mensen hier uit de club. Mijn vader heeft ook veel dingen gedaan vroeger voor de club. Die is ook hier bekend. Dus het was gewoon een hele goede match. Ik heb het eerste half jaar gewoon voor Vitesse voor een klein bedrag gespeeld. Gewoon een onkostenvergoeding. En na dat half jaar was het moment natuurlijk wel daar dat ik een vast contract kreeg. En dat was echt super. Dat je van je hobby je werk kan maken is natuurlijk het allermooiste wat je kan doen. En ik geniet er elke dag van. Het is gewoon ook wel uniek. Er spelen bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland FIFA. En dat je dan bij die paar mensen hoort die gewoon fulltime FIFA-speler zijn bij een voetbalclub. Dat moet je gewoon elke dag beseffen en heel erg waarderen. En vandaar dat ik ook gewoon elke dag het liefste bezig ben met content maken. Mijn ervaring delen aan jullie. En voor FIFA 19 aankomend jaar gaan we gewoon echt ontzettend veel doen. Ik wil elke dag bijna live, Weekend League, heel veel leuke content. Weer de squad beelden filmpjes waar jullie mee begonnen op mijn kanaal. Alles gaat aankomend jaar weer komen. Packs met Pasky op Koens kanaal. Blijf natuurlijk. Maar aankomend jaar gaan we natuurlijk gewoon weer flink vlammen. En gaan we er alles aan doen om een heel mooi seizoen ervan te maken. Beste kijkers, dit was Zo werd je prof deel 3. Jullie hebben in deel 1 kunnen zien hoe het allemaal is begonnen. Deel 2 een soort middenstuk in mijn carrière. En deel 3 de afsluiting en hoe ik nu bij Vitesse ben terechtgekomen. Doe nog even een duimpje omhoog als je dit echt een toffe video vond. Abonneer ook zeker even op mijn kanaal. Want binnen nu en een komende periode gaat er ontzettend veel gebeuren. Mensen, ik wens jullie een hele fijne dag.